In dit programma onder meer aandacht voor de zoektocht naar de oorlogskast van Willem van Oranje, die tijdens de 80-jarige oorlog in de toenmalige moerassen aan de voet van de Mokerheide zou zijn verborgen. Kist de Trui zocht haar hele leven naar die kist. Maar ja, zou het ook een kist kunnen zijn? Een rand van een kist? Ja, dat zou... Nee, dat... Ja. Welke metaaldetector of welke pinpointer kan je nu eigenlijk het beste gebruiken? In de rubriek Les van Wes passeren de nodige modellen de revue. En we zoeken op landgoed De Grote Scheren met Alwin Ballast, die eerder deze unieke bronzen pot vond, en detectorist Bert van Heerde. Het waren succesvolle zoeksessies en bij vlagen lachwekkend. In de YouTuber van de week is Pascal Lieber aan de beurt. De twee zoekvrienden leggen hun avonturen op camera vast en beheren een goed bekeken YouTube-kanaal. Vrij recent heb ik een gouden ring gevonden. En daar ben ik echt wel super trots op. Want je vindt niet echt goud. Wij als lompe boeren jongens dachten nooit eigenlijk dat we goud zouden vinden.